In TU Delft, Universiteit, Museum. Science Centrum, voor de Jeugduniversiteit. Vals spelen met je DNA. Kun je vals spelen met je DNA? Misschien DNA? Ik heb echt geen idee. Dit is DNA, alleen dan in het goud. Dat zijn delen van je lichaam die bepalen hoe je eruit ziet, wie je bent bijvoorbeeld. Ja, ik weet wel dat DNA in je lichaam zit. Ja, ik weet niet wat dit is, maar van die TAGC of zo. En als er iemand vermoord is, dan kunnen ze DNA afnemen. Want dan zit er DNA van iemand anders op. En dan weet je wie het gedaan heeft. Ja, ik weet het wel, maar ik weet niet hoe ik het kan uitleggen. Genen zijn, die krijg je van je ouders. Eén helft van je vader en de andere helft van je moeder. Nou, misschien met van die... Ik weet het eigenlijk niet. Als je het verandert, dan krijg je misschien sproeten of bruin haar. Bijvoorbeeld met energietrakjes of zo. Denk het. Door bijvoorbeeld DNA van jou met een vriendin samen te voegen, dan speel je eigenlijk vals, want het is niet van je ouders. Ja, ik vond het best leuk, alleen over dat DNA wist ik al, want ik heb biologie op school. Dat is leuk. Leuk, maar waren ook al moeilijke woorden. Ik vond het heel interessant. DNA is een soort code dat bepaalt wie je bent. Want er zit heel veel DNA in één cel. DNA zijn cellen in je lichaam. Die soort van, sommige zijn belangrijk en sommige doen niks. Hoe je DNA kan zien, want het is wel heel klein. Je DNA, alles wat in je lichaam zit, dat 40 keer op en neer van de aarde naar de zon kan. Als je dat zo langs elkaar legt. Bijvoorbeeld een stukje zorgt dat je zwart haar hebt of blond. In het echt ziet het er waarschijnlijk met andere vormen en andere kleuren uit. Nee, ik denk dat hij echt zo uitziet. En is het waarschijnlijk niet van plastic? Ja, dus bijvoorbeeld je hebt dit. Wat zit dan in zo'n paarse ding? In de DNA zitten stukjes die eigenlijk gewoon niks doen. En die worden dan afgeknipt. En in plaats van die stukjes komt dan dat epogen, geen. Sommige atleten doen dat. Dit zorgt ervoor dat er meer rode bloedcellen worden aangemaakt. En daardoor heb je dus meer zuurstof in je bloed, waardoor je dus beter kan sporten. Ja, hoe ga je uitleggen? Als je studie op de universiteit, kan je dan aan een dream team meedoen. Zij doen naar DNA-onderzoek en hoe ze doping kunnen herkennen. Dus hele gave uitvindingen bouwen, zoals een auto die op zonne-energie rijdt. Ze laten zien aan onderzoekers wat een project soort van kan allemaal. Of bioloog of musicalactrice. Profvoetballer. Iets met techniek. Iets met techniek? Ja. En wat dan met techniek? Een robot. Ja, neuroloog. Ik denk dat programmeur.